starten. Eerst allemaal op tweede Maas, juniorenklasse. Wie is er als eerste lekker weg? Wie zit erbij? Wie kennen we direct? Vlaar zit erbij. Komt even rustig op gang hier. Ook Van Rijzen erbij. Grietje naar de tweede. Wow. Kijk eens. Ja. Kijk eens, Grietje Van Rijzen. En één keer naar de kop hier. Zo. En dan is het Dix van de Rode Blij. Dix van de laatste weer naar binnenkant. En dan is het ook al Tevin Vlaar. Hele rappen dit jaar in de juniorenklasse. Tevin Vlaar dus. Allemaal die derde. Van Rijzen is er wel normaal. En Vlaar erbij. Wacht het even af wat daar gebeurt. Van der Wal, Van Rijzen en Vlaar dus. De top 3. Marcel Atsman er ook bij als vierde nu. Gaat ook aansluiting vinden. Van der Wal nu, dan Luus Vlaar, dan Luus Van Rijzen. Van Rijzen weer aan de binnenkant. Gaat het proberen bij Tevin Vlaar. Vlaar op jacht naar de kop. Maar Van Rijzen kan het tempo volgen. Daar ligt die Van der Wal nu hier. Dik Van der Wal, de rijder. En dan is Hansman. En achter Hansman is het Ilse Posma. Posma ook nog in die top 5 hier. Maar het is dus vooral Dick van der Wal uit Opeinde. De pijn. Opeinde of Opende zit er wat verschil in. Maar Dick van der Wal is aan de leiding. Dan is Derde Vlaar. En dan is Grietje van Rijzen op die derde. En dan is Hansman. En de Hansman is het hier al, de 07 nu, ook lekker naar voren. Wesley Wilkes rijdt nu in één keer op die vijfde rond hier. Wesley Wilkes is naar die vijfde. Van der Wal. Dickie, Dick van der Wal. De eerste voor Tevin Vlaar. Als derde Grietje van Rijzen. En is het dan als vierde Marcel Hansman. En als vijfde Wesley Wilkes. Ja, zo is het. En als zesde pakken we nog mee Ilse Posma. Voorlopig in die uitslag. Gaat lekker. In de juniorenklasse. Ook Dennis Borgen winnen.